hoogtes, die neem je over van de oude mechaniek. Zet je hiermee vast. En dit is het, ja, het bovenste asje, dus de bovenhamer. Deze is van de onderhamer en dat moet dan precies als de oude situatie zijn. Okay. Zoals je ziet heb ik hier rijfel hout weg moeten halen om hem lager te krijgen. En aan de voorkant moest hij juist hoger. En het moet allemaal gewoon zonder spanning, zullen we zeggen. Moet het vlak op het frame staan of op het klavierraam. Want de toets zit die kant. Zit omgedraaid. Ja. De toetsen komen over de balansstift heen. Ja. En over de voordrukstift. Ja. Die geleiden als het ware de toets. Die heb ik ook aan het vervangen. Nou, er zijn wat versleten. Pinnetjes aan het checken. Dan moet het op het midden dingetje van het asje komen. Ja, precies. Dit staat natuurlijk nog niet goed afgesteld. Ja, maar En dit proces heet... Het vernieuwen van de mechaniek. Het oude mechaniek dat staat hier. Het waren al geen originele Steinway-hamers. En je kan zien dat het er niet allemaal meer allemaal op en top uit. Ja, als dit proces gedaan is, dan ga ik kijken of de hamerkoppen goed naar de snaren gaan. Ja, ze moeten perfect in het midden op het koor komen, op de drie snaren. En als ik dat gedaan heb, dan kan de echte afrekening beginnen.